Gedeeltelijk, ja. Nou, volgens mij is het ook gedeeltelijk een natuurlijk proces. Gewoon warme, koude periodes, ijstijd, weet ik allemaal. Maar ja, het wordt natuurlijk heel erg versterkt door de mens. Of die paar graden omhoog, of dat door de mens komt, weet ik niet. Wetenschappers zeggen van wel. Palmolie zit in zoveel koekjes. En weet je wat ze doen? Er gaan echt bossen gaan daar gewoon aan kapot. En wij eten het en wij koken het. Helemaal is veel gezegd, maar ik denk wel dat ik er redelijk van op de hoogte ben, ja. Ja? Dus, ja? Nee, niet helemaal. Het is er wel, maar de meeste mensen weten niet dat het er is. Ik vind als er aandacht is voor klimaatverandering in het nieuws, vind ik dat een positief aspect. Maar het verhaal over de klimaatverandering is natuurlijk niet een positief verhaal. Klimaatcrisis is niet per se een klimaatcrisis, maar het heeft gewoon heel erg te maken met, zeg maar, de manier waarop mensen in de wereld staan in het algemeen. En dat, vind ik, wordt te weinig belicht. Ja. Zeker weten. Nou, ja, ik denk het niet. Want je hebt toch heel veel start-ups die dat nu proberen op te ruimen. Dus als dat allemaal doorgaat, ja, dan is het natuurlijk niet waar, die stelling. Ja. Dus. Maar als we niks doen, dan wel, ja. Daar geloof ik wel in, ja. Als je het nu al ziet, als je naar de tropische eilanden gaat, het is echt heel erg. Ja, wij doen zoveel mogelijk wat in ons in de mogelijkheden ligt natuurlijk. Hè. Het scheiden van afval. Ja, we kopen zo min mogelijk spullen waar plastic omheen zit. We hebben een oldtimer die enorm veel benzine gebruikt. Ja, dus we zouden wel echt veel meer kunnen doen. Ja, ik eet geen vlees, geen vis. Dat schijnt ook wel goed te zijn. Het schijnt mijn voetafdruk wel iets te verlagen.